Ontevreden medewerkers van het commissariaat Sipaliwini aan de Zwarte Hovenbrugstraat hebben vanmorgen de ingang van het commissariaat geblokkeerd. Hierdoor konden de districtscommissarissen van het gebied het terrein niet betreden. Deze situatie is ontstaan naar aanleiding van de onveilige werksituatie en erbarmelijke sanitatie in de gebouwen. Districtscommissaris Walter Bonjaski van Boven Saramaka zegt dat dit probleem niet van nu is. Het is een hele poos geleden. Jaren terug, vanaf onze aantreden moet u dat zeggen. De veiligheid van de mensen hier op het commissariaat is niet gegarandeerd. De beveiliging, we hebben geen beveiliging hier op het commissariaat. Elke dag krijgen we hier inbrekers. Ze worden elke dag hier ingebroken op het commissariaat. Dankzij Dikicel en, Dikicel en Staatsolie dat ik nog computers hier heb op mijn commissariaat. Want al mijn computers en alle informatie dat ik in de computer had, hebben ze meegenomen. Dat kunt u zich voorstellen. Maar meerdere malen hebben we aandacht gevraagd, maar het komt niet in orde. Bonjaski zegt dat de medewerkers op basis hiervan besloten hebben om in actie te gaan. De actie is bedoeld om aandacht te trekken voor de uitdagingen. Echter weet Bonjaski niet in hoeverre dit gelukt is. Criminelen nemen alles mee uit de gebouwen op het terrein van het commissariaat. Afgelopen jaar hebben ze zelf geschoten op onze bewakers hier. Ze hebben geschoten op onze bewakers, dan kunt u zich voorstellen wat zich hier afspeelt. Dus je kan een dag hier komen en je bent geraakt door een gekoekeld. De politie zijn moe. Wanneer we nu naar haven bellen, willen ze niet meer hier naartoe komen. Dan kun ik u zich voorstellen, want ze komen, ze nemen beelden. Ik heb een camera hier, ze nemen beelden. Maar we hebben niets meer kunnen vernomen van hun, wat ze hebben gezien tot nu toe. Dus het is echt frustrerend hier. Maar ik begrijp de medewerkers, maar wij als DC, we zijn hier gekomen om ons werk te doen. We kunnen niet in actie, wij als DC kunnen niet in actie. Maar als de medewerkers in actie gaan, dan u kunt ze niet stoppen. De commissaris zegt verder dat de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emmanuel, ook op de hoogte is van de situatie. Hij hoopt dat er een oplossing komt voor de brandende zaken bij het commissariaat.